verborgen parel. Op het eerste zicht onopvallend, maar door de subtiele details een plek om van te houden. Het noordelijkste puntje van Limburg is Hamond-Achel. Een oogstrelende poort naar de rest van de regio. Grenzeloze charme. Knappe foto's. Precies een aangenaam stadje met heel veel groen. Dag Gerard. Dag Rudy. Ik heb wat gebladerd in het mooie boek van Hamond-Achel. Ja. Heel wat leuke plekjes die ik zeker wil ontdekken vandaag. En een van die plekjes is de Achelse Kluis hier. Ja. En van hieruit vertrekken ook bijzondere wandelingen, hè? Ja, hier vertrekken twee wandelingen van de trappistenroutes. Twee van de zeven, ja. En hier hebben we dan de langste en de kortste. De langste, dat is de wandeling Achel, die is 11 kilometer. Ja. En de kortste, La Trappe, 7,3 kilometer. Ja. En waar komt het idee vandaan? Ja, Hamond-Achel is de lekkerste stad van Limburg. Met blauwe schimmelkaas. Ja, en als een trappist. Uiteraard, ja. En dan Mark Beneu van Hotel Koekhoffs kwam op het idee als we trappistenwandelingen maken. Ja, en die heb jij mogen ontwikkelen? Ja, ik ben dan een tekening gegaan en door de bossen gelopen. En uiteindelijk is het dit geworden, hè. 7 trappistenwandelingen. Ja, het is mooi weer vandaag. We hebben tijd. Wat raad je me eigenlijk aan om te doen? Ik zou zeggen, dan gaan we naar Achel doen, 11 kilometer. Ja? Een wandeling met zowat variatie in. Ja, en we komen door Nederland ook, hè? Ja, we stappen hier weg. 50 meter verder zitten we al in Holland. Oké, dat gaan we doen. Ja? Kom, ja. Fantastisch. Ja, Gerard, en hier komen we aan de officiële grens. Hè? Hier is de grens, ja. Zoals je het ziet, hebben ze hier op een weg geschilderd. Ja? Maar vroeger was het, onder de Eerste Wereldoorlog, was het hier afgemaakt met een draad met elektriciteit op. Ja. En die ging hier door de muur, hadden ze door de muur gekapt. Door het gebouw, dus in het gebouw, ook gaten in de muur gemaakt. Zodat Belgen eigenlijk niet konden vluchten. Ja. Maar toch waren er mensen die zo slim waren, bijvoorbeeld door een houten ton in die draad te stoppen. Er stond 3000 volt op. Hè? Wow. En nu weten wij wat elektriciteit is, maar in die tijd nog niet. Ja. En dan een houten ton erin en dan s'nachts proberen te ontvluchten hier. Ja, spannend. Zeg, er staan ook grenspalen overal? Ja, die staan er overal. Die komen straks ook nog tegen. Ja. Ja. Gaan we de grens overspringen? Oké, okay, goeie. Ja, okay. Ja, hier zitten we in Holland. Nou, gezellig. Ja, leuk, hè? In Hamond-Achel kan je kilometers in de vrije natuur wandelen. Je vertrekt aan de kluis of je kiest voor domein Bever, het Mulke of Haarterheide. Hoe dan ook geniet je hier van gezonde lucht en unieke fauna en flora. Ongelooflijk mooi wandelen.
Heel veel verschillende uitzichten ook altijd. Ja. Ja. En hier staan niet één, maar zelfs twee. Ja, hier zitten we aan de dubbele paal. Ja? Die betonnen paal, dat is de Nederlandse grenspaal. En die ijzeren paal is een Belgische grenspaal. Hij staat ook in dit boek. Ja. Even kijken, waar moeten we staan om het juiste beeld te hebben? Hier ongeveer, denk ik zo. Ja. Ja, dat is het. Kijken. Er is een trappistenwandeling, er zijn hele mooie foto's, zelfs in dit boek over trappist. Ja. Maar het allerbeste, Gerard, is er eentje proeven. Is er eentje proeven. En dat gaan we doen. Rudy Scholl, hè? Santé, bedankt voor de fijne wandeling. Ja, maar, en dat is nou lekker een trappist. Dat is er een van 8 graden, die smaakt het beste. Heerlijk. Wie niet graag te voet, maar liever met een fiets op ontdekkingstocht gaat, geen probleem. Want hier in het mooie VRV-kantoor kan je een fiets huren om de stad te ontdekken. Goed volk. Goedemiddag, dag Rudy. Dag chef. Ik ben toch hier op het juiste adres voor een fiets, hè? Inderdaad, hier bij het VRV kan je fietsen huren. Ja. En waar kan ik overal gaan fietsen hier? Wel, u kan natuurlijk hier gemakkelijk over de grens fietsen. We hebben hier een hele interessante fietskaart, ja, sinds kort. De zogenaamde Grote Heideroute. Mooi. Een grensoverschrijdende kaart tussen België en Nederland, die vooral dus de natuurgebieden hier in de streek aandoet. En dan vooral natuurlijk de heidegebieden, ja, vandaar dus de naam de Grote Heide. De Mooie Heide. Ja. Ja. En bij die route, daar behoort ook deze brochure van de Heidehapjes. Ja. Daarin steken een aantal kortingsbonnen die gegeven worden in de horecazaken om iets te eten en te drinken. Oké, okay, mooi. En wat kost zo'n boekje? Dat boekje kost 15 euro. Oké, okay, prima. En nu nog een fiets. Mijn fiets, mijn kaart, dus we kunnen vertrekken. Deze streek zijn de teutenhuizen. Teuten waren rondtrekkende handelaars in kwaliteitsvolle producten, zoals koperwerk en textiel. De teuten trokken naar vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk, om daar gedurende 9 maanden hun koopwaar van deur tot deur aan te bieden. In het winterseizoen keerden ze dan terug naar hun geboortedorp om er bij hun gezin of familie te vertoeven. Zondagje Hamond Achel. Eens kijken waar we nog naartoe kunnen. Oh, Cinema Walburg. Misschien een filmpje om de dag af te sluiten. Midden van de cinemazaal Cinema Walburg in Hamond Achel, een fantastische zaal, ja, een monument eigenlijk. Hè. Waarom ben je daarmee begonnen in 1958? Ja, luister.
zal ik eens heel weten. Ik was tegen cinema. Maar mijn vader duwde me erin. Waarom? Ja. Ik was goed, schrijven, rekenen en alles. En ik wist een beetje van film en zo. Ja, ik hoorde dat links van zit, jij gaat in de film, zegt hij. Ja, en vroeger was dat zo, hè. Ja. Luister, hè. En het was in het begin een heel groot succes. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Wat herinner je nog van die eerste jaren? De eerste jaren, toen heb ik rechtuit. S'namiddags. Nooit anders dan 250 man gedraaid. Kinderen en zo, hè. Ja. Dat was de s'namiddags, hè. Er is natuurlijk heel veel veranderd in vergelijking met vroeger. Want vroeger, hoe geraakten die films eigenlijk hier in Hamond-Achel? Die films die hier geraakten, die moest ik zelf gaan halen. In Brussel. Elke vrijdag om 6 uur stond ik aan het spoor. Want ik moest tot 10, 11 uur, moest ik in Brussel zijn. Want die films moesten binnen zijn voor 12 uur. Dat was toch een hele opgave, elke week Ja, dat was zeker een opgave. En dan, die zakken op je nek, hè. Dat waren 2 films en 1 programma. Dat was over de 50 kilo. Hè. Je kan hier ook naar theater komen, naar optredens komen kijken, maar je kan hier ook nog altijd naar de film komen. Hè? Absoluut. Elke week. Ja. Elke donderdag. En op deze bijzondere plaats eindigt mijn dagje Hamond-Achel. En ik heb ervan genoten van de natuur, de unieke plekjes en uiteraard ook van het eten en drinken. En nu is het aan jullie om Hamond-Achel en ook de rest van Limburg te ontdekken. Want dit was de laatste Tsing Tsing zomer van 2012. Bedankt voor trouw te kijken en vergeet vooral niet trots te blijven op Limburg. Salut! Hoge Boom Vakantieparken geeft elke week van Tsing Tsing Zomer 12 midweekarrangementen weg. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, ga naar onze website tvl.be en klik op Doe mee en beantwoord daar de wedstrijdvraag. En misschien win jij wel zo'n midweekarrangement dit najaar. Veel succes!